Zorgen boeren en tuinders neemt toe door No in Britse parlement. De mooiste bewaaruien komen naar Dronten. En Yvonne Jaspers gaat door met Onze Boerderij. Door het no van het Britse parlement tegen het vertrekakkoord met de EU nemen de zorgen voor Nederlandse boeren en tuinders toe. LTO-voorzitter Mark Calon waarschuwt voor de grote financiële gevolgen voor individuele boeren en tuinders als het Verenigd Koninkrijk, dat is ons derde exportland, van de ene op andere dag praktisch onbereikbaar is. LTO Nederland roept de overheid daarom op alles op alles te zetten om een vertraging aan de grens te minimaliseren als een no-deal Brexit onverhoopt van kracht wordt. Akkerbouwer Piet-Jan van der Eijk uit Dronten heeft voor het tweede jaar op rij het mooiste kistje bewaaruien. De prijs werd dinsdag uitgereikt tijdens de themadag uien in Dronten. Als je dan naar het bakje kijkt, dan word je erop blij van natuurlijk. Van der Eijk deed mee met het ras High Sky. De organisatie van de wedstrijd lag in handen van Delphi. Het wil niet zeggen dat degene met het mooiste bakje, of een heel erg mooi bakje, laat ik het zo zeggen, ook de allermooiste partij in de schuur heeft liggen. En dat is wel vaak de discussie van ja, dit is niet echt, dit hoort niet zo. Maar zo willen we die wedstrijd toch graag doen, omdat het anders heel erg lastig is om verschil te maken. Nou, dit was een mooie partij met veel dezelfde maat erin. Dus het was vrij simpel om dit bij elkaar te vinden. De publieksprijs ging naar de uien van het ras Vermo van Tom Odding uit Tollebeek. Door de droge zomer heeft de organisatie lang getwijfeld of de wedstrijd dit jaar door moest gaan. Maar toch zien we dat er een heel aantal telers het toch heel erg leuk vinden. Al is het om de publiciteit en de reclame voor de Nederlandse ui. Vinden we het belangrijk voor, er is ook altijd veel aandacht voor. En telers vinden het toch stiekem wel leuk. En ook wel leuk om aandacht voor hun eigen partij te vragen. Nou, het was voor ons een vrij inspannend jaar. We hebben veel inspanning hadden we nodig. Het is veel beregend en alles gedaan om zo goed mogelijk opbrengst te behalen. Niet poepen nu, niet poepen. Programmamaakster Yvonne Jaspers gaat door met de serie Onze Boerderij. Dat vertelde ze dinsdagavond in de talkshow Jinek. De serie Portretten van Boerenbedrijven ligt onder vuur, omdat Jaspers ook werkzaamheden verricht voor For Farmers. Bij Jinek liet de presentatrice weten gewoon door te gaan met een nieuw seizoen Onze Boerderij en Boer zoekt vrouw. Ze ontkent dat er een verband is tussen For Farmers en haar tv-programma. Onze Boerderij. De impact van de droogte en de hitte op de uienteelt is groot. In Nederland is dit jaar 1000 tot 1300 hectare aan uien niet gerooid vanwege de gevolgen daarvan. Dat meldt de Holland Onion Association. De koepelorganisatie voor de Nederlandse uienhandel wijst op het collectief belang om oplossingen te vinden voor watervraagstukken. Door de misoogsten gaan afzetbestemmingen verloren en treft het uientelers enorm in hun portemonnee. Ze hebben geen inkomsten, maar vaak wel voor zo'n 5000 euro per hectare aan onkosten gemaakt. De laatste amaryllissen zijn uit de kas bij kwekerij De Vier Musketiers in Huissen. Het was een bijzonder jaar voor de telers waarbij de prijs voor de rode amaryllis terugzakte. De een die dus veel rode amaryllis had, die zal waarschijnlijk een matig jaar hebben gehad. En die dus veel witte en kleurtjes heeft gehad, die zal een redelijk goed jaar hebben gehad. Dus er zat wel veel verschillen, zullen wel zijn. Gerrie Gausen weet wel waar dat aan ligt. Ik denk dat er gewoon te veel zijn gekomen nou. Er was een witte die dus heel veel gebruikt werd voor retail, doeleinden. Die is de laatste drie, vier jaar eigenlijk ziek geworden door fusarium. En dat gat is eigenlijk een beetje opgevuld door rood. Dus ik denk gewoon dat het te veel rode aan de markt zijn gekomen. Rieghausen heeft zelf ook witte bijgekocht omdat hij last heeft van fusarium in bepaalde rassen. Ja, er is wel een witte, maar dat heeft zijn tijd nodig. Dat ding wordt nu in hoog tempo vermeerderd. Maar ja, voordat het een bruikbare bol is, ben je gewoon drie, vier jaar verder. Dus dat gaat even duren. De oogst van amaryllis richt zich vooral op de laatste maanden van het jaar. Nou, in het verleden heb ik ging ik vaak door tot begin maart. Maar dat heeft wel als nadeel dat je dan deze maanden dat je eigenlijk aan het oogsten bent, aan het rooien, stomen, van alles door elkaar. Dus ik heb nu voor gekozen om de oogsttijd van begin oktober tot eind december te houden. En het bevalt me eigenlijk wel goed. Het weer wordt u aangeboden door agrowereadvies.nl.